Hoi Marcian hier. Ik zou voor de CDEP-cursus nog even iets laten zien van Spark op onze CDEP Hadoop-omgeving. Dat kost me iets meer moeite dan ik had gedacht dat het zou zijn. Ik heb wat problemen gehad met het runnen van Spark. Ik had problemen met connecties naar de namenode. Het heeft zo ver gebracht dat ik zelfs de... het hele Docker het naar factory reset heb teruggezet en daarna nog een keer de Docker compose heb gedaan van onze Hadoop implementatie op Docker. Het zal hopelijk niet altijd nodig zijn, maar inmiddels doet hij in ieder geval netjes de connectie naar Spark Master naar de namenode, de HDFS namenode. Dus dat is waar ik nu ben. Ik heb een breweries.csv file op HDFS gezet. Ik heb onze documentatie hiervoor gevolgd. Ik denk dat je deze ook ergens moeten hebben. Zo niet, laat me het bij de volgende cursusdag weten. Dus ik heb deze directories gemaakt. Ik heb de breweries.csv in die data open beer breweries gezet. Nou, dat is allemaal goed gegaan. Je kunt checken op localhost 8080 dat Spark werkt. Dat is Spark Master, dus die ook het adres. Dat heb je verder niet nodig, want je kunt hem ook gewoon aanspreken als Spark-master. Maar weet dat dit er is. En als het goed is, kan ik hier ook straks dingen zien die runnen. Ik heb er net even een CSV geopend en dat werkt geloof ik wel aardig. Ja, ik heb de data gezien, dus oké. Okay. Terug naar de instructies. Oké, dus we gaan naar de Spark Master. Dus dat doe ik hier vanuit PowerShell. En we gaan connecten met PySpark, de Python Spark editie, naar de Spark Master. Zoals je ziet, spark://spark-master, port 7077. En hop. En als het goed is, moet dit logotje te boven komen drijven. En dat is Spark versie 3. Nou, hartstikke mooi. Oké, door naar de volgende. Dit was het ding wat bij mij vorige keer niet lukte. Maar nu, ik heb hem dus staan op de namenode of op de HDFS in Data Open Beer Breweries. Kijk, en nu gaat hij netjes zeggen dat hij hem aan het laden is. Dus wat hij nu gedaan heeft, is hij heeft de dataframe brewdf. En brewdf bevat de data uit deze CSV-file. Dus dat kunnen we zien. En voilà. We hebben data. Nou, hartstikke mooi. En nu kunnen we daar wat dingen mee doen. Even kijken. Dit hebben we al gedaan. De scala gaan we niet doen. Ik ga nu naar de Spark in Action. Oh ja. Oké, hier moet ik even wat meer voor doen. Want ik heb wat data nodig in Spark in Action directory. Dus ik moet hier. Die moet even naar HDFS overgezet worden. There we go. Yes, hier hebben we een heleboel dingen. Even kijken. Ik heb Spark in Action Books.csv nodig. Even kijken wat ik die ook weer had. Heb ik een Books? Ja, ik heb een Books.csv hier. Oké, dus we gaan even snel naar de namenode weer. Dat komt straks. We gaan eerst even. Jammer dat ik niet een hele directory heb die ik kan overzetten nu. Maakt niet uit. Docker cp books. CSV. Name node slash data. Daar gooi ik hem in. En dan gaan we naar de name node. Voilà. En daarin zeggen we dan, maak even deze directories. Soef, soef. Dat is prima. Data directory bestaat al.
Wat ik nu doe is HDFS. Kijk even naar slash data. Volgens mij. Oh, die staat hier niet. Maar ls-l moet wel tonen dat er een books. Hé, hey, waar is mijn books data? Ik denk dat ik al weet wat er misgegaan is. Want als ik less, die heb ik hier niet, more data doe, dan is het een file. Ja, dus ik moet eventjes move data naar books.csv. Dus hij is niet naar de directory gegaan, dus hij heeft hem gewoon data genoemd als file. En nu is het csv. DFS put books.csv naar data spark in action. Oké, de file staat er. Dan gaan we terug naar de spark omgeving, naar de spark master. Tikkie terug. En we gaan weer aanloggen met PySpark. nu zou ik, als het goed is, de eerste oefening uit hoofdstuk 1 moeten kunnen doen. Dus dit moet ik nu kunnen lezen. Oké, dat was heel kort. Ik denk dat we nu pas echt de frame echt gaan... Oh, we moeten nu een session moeten maken inderdaad. En nu moeten we de data frame als het goed is gaan lezen. Dat was het idee. Dus we hebben... Ja, ik zie het alweer. Ja, ik heb dus gewoon een pad variabelen. Ja, dat zegt natuurlijk niet zoveel. Dus er wordt nog niks gelezen. Dan maak ik een Spark session. Waarbij ik zeg... ik ga een applicatie runnen. Die heet ik CSV2Dataset. En met nu pas vul ik de data frame. En als het goed is, is die dat aan het lezen. Het ziet er bemoedigend uit. Ja, dat ziet er goed uit. En nu heb ik een dataframe die heet DF. En nu kan ik de eerste rijen laten zien. Met df.show 5. En daar hebben we de eerste 5 boeken. Dus, oké, works as designed. Gelukkig werkt iets. Even kijken. We gaan dan nog verder met die boeken. Oh, nu heb ik weer een andere CSV nodig. Ik kijk even of ik iets heb waar ik wat... of ik nog wat anders heb... Oh, op hoofdstuk 7 hier bijvoorbeeld. We hebben een opgave. We hebben de sessie al gebouwd. Dus dat laat ik even zo zoals het gaat. Maar we gaan nu een data frame anders opbouwen. Want we gaan nu echt ook... Hier zie je dan een versie waarbij we de CSV lezen. Maar waar we ook allemaal opties toevoegen. Waarbij we een header toevoegen. Want wat we tot nu toe zagen, eigenlijk pakt hij zijn eigen herres. Maar eens even kijken wat er gebeurt als ik dit doe. Het is al een tijdje geleden dat ik dit geprobeerd heb. Laten 7 rijen zien met kolommen met 90 karakters wijd. Oh ja. Oké, dus op deze manier presenteert hij de data anders. Ja. Dus dat is een optie. En dan met print schema kan ik laten zien hoe mijn dataschema eruit ziet. En dan zegt hij nou, je hebt mijn root en daaronder zitten al deze dingen. Even kijken of we nog meer met de books hebben. Even kijken, CSV ingestion in de data frame with schema. Dus we hebben hier nog wat extra opties. Oké. Ik weet niet of dit allemaal gaat lukken hoor. De Spark session hou ik zoals die is. En ik maak een schema. En ik ga weer een dataframe opbouwen. En ik laat de 20 rijen zien. Oké, dat ziet er heel erg nul uit.
Oké, nou dat, zoals gezegd, het is even een tijd geleden dat ik dit allemaal gedaan heb. Dit moet ik nog eens een keertje. Hier kun je echt een schema bij definiëren. Misschien moet ik dit helemaal van vooraf starten zoals het hier gedaan is. Want voorlopig zie ik hier niet zoveel gebeuren. Ah, je hebt wel een schema. Toch even kijken wat er gebeurt. Volgens mij gaat hier dan een JSON van maken. En dan krijg je het schema hier te zien. Oké, dus we hebben een schema. Zou nu JSV-achtig moeten zijn. Ik laat even voor wat het is. Dit is een hele tijd geleden dat ik dit gemaakt heb. Maar in ieder geval, Spark werkt. Je kunt hier doorheen werken. Je moet even. Volgens mij heb ik de Spark in action. Volgens mij zit er ergens een zip bij met al deze files. Dus je kunt al deze opgaven doorwerken. En dan moet het mogelijk zijn om dit dus ja, deze hoofdstuk uit te proberen en een beetje gevoel te krijgen voor wat Spark allemaal kan. Want het is best wel een mooi spel, moet ik zeggen. Ja, geeft mij het gevoel om nog eens een keertje wat weer eens wat te experimenteren met Spark voor mezelf. Ik heb nog wat data die ik nog eens een keertje daar doorheen zou willen halen. Maar dat is voor een andere keer. Ja, dus hopelijk helpt jullie dit op weg met de CDP-opleiding. Met het oefenen met Spark-opgaven. Of in ieder geval meer gevoel te krijgen voor Spark. Nooit verkeerd om daar wat meer over te weten. Ik zie jullie bij de volgende cursusdag dat ik er ben. Tot straks.